Nou, hier zie je dus dit hele strakke gebouw. En ik zat daar helemaal boven, daar ongeveer helemaal in de hoogte. In het pand wat hier dus stond, daar bent u begonnen als kunstenaar? Ja, dat, daar vond ik mijn grote inspiratie. En daarin... ben eerst anderhalf jaar geweest op de Rijksacademie. En ik vond dat de professoren daar heel slecht les gaven. Ik dacht, ik neem het initiatief in eigen hand. En ik word zelfstandig zonder slechte invloeden beeldend kunstenaar. Een doodlopend spoor in de Amsterdamse haven. Dit was hoe beginnend kunstenaar Cornelis Rogge zich ongeveer in 1956 voelde. Inmiddels is hij bekend als beeldhouwer, maar het begin van zijn carrière verliep moeizaam. Deze sombere tijd, nu 50 jaar geleden, legde hij vast in en om de haven van Amsterdam. Waarom bent u eigenlijk hier dan beginnen te filmen? Mijn broer die is een filmfanaat en die vertrok naar Japan. En hij zegt, je moet verslag uitbrengen naar mij van het begin van je carrière. Dat moet je documenteren. Dan weet ik in Japan hoe het je zal vergaan. Dus ik heb nauwkeurig bericht gegeven van mijn zogenaamde mistroostigheid... waar je begint als kunstenaar. Dit ben ik. Hoe oud was u daar? 22, 23 of jonger. Dus misschien 21 jaar. De beelden die waren eigenlijk een reflectie van mijn eigen geest. Ik voelde me in het begin van mijn carrière... wist ik niet precies hoe ik het moest opstarten. Ik voelde een grote leegte in mezelf opkomen. En ik dacht, oh, hoe red ik me in dit leven? En ik zocht evenbeelden die geleken op mijn innerlijke toestand... van mistroostigheid en zieligheid en zelfmedelijden. En dan ging ik de havens in. En de havens vond ik het meest trieste gebied wat ik kon vinden. En ik was waarschijnlijk ook kwaad op iedereen, behalve op mezelf. Ik had zelf medelijden. En dan zocht ik die beelden op weer in de haven. En dan zag ik een overeenkomst met het kwade gevoel in mezelf. En die onmacht. En hoe pak ik het aan? En ik wou haast met de vuist op tafel slaan. Hier stond die laars. Ja, hier stond die mistroostige laars die ik heb opgenomen. Dat vond ik... en ik vond dat helemaal sfeertekenend voor...
Ja, de film die ik opnam. U weet zeker dat u die laars daar niet zelf neer heeft gezet? Nee. Ik was niet zo creatief om dat te bedenken. Het was zo'n prachtig moment. Waar kwam dat zwaarmoedige gevoel toch vandaan? Nou, dat kwam voornamelijk omdat ik het nu zonder hulp van anderen, van mijn professoren, zou ik nu alleen mijn carrière op gang zou moeten brengen. Dit is vlakbij het Centraal Station? Ja, dat was een rangeerterrein. Het leek wel een draak die uit zijn neusgaten enorme wolken spuwde. Het had maar eventjes gescheeld. Er kwam ook vuur en vonken uit die wolken tevoorschijn. Maar zo was het nog net niet. Uit de pijp was het toch rook. Maar ik had gedacht, nou, er komt ook wel vuur uit tevoorschijn. Maar dat zat verborgen in de romp van dat monster. Dit is de oude pont die nog toen nog voer met heel veel auto's erop. En deze komt bij het station aan. Je kruisen die twee ponten elkaar en dat was altijd een enorm hoera. Ik stond daar en dan het ijzer dat stak uit het beton. De bewapening die stak uit beton en het gebouw was nog niet klaar. En inmiddels is dit gebouw met de grootste moeite weer pneumatisch uit elkaar gehaald. Ze konden het ook niet met dynamiet ontploffen, want er ging de buurt eraan. Dus nu hebben ze maanden aan gewerkt om dit weg te krijgen. Dit gebouw is ervoor in de plaats gekomen. Dit vind ik van een bijzondere schoonheid geworden, want dit is heel elegant geworden. Met hele mooie gevelplaten en mooie kleur. Dus ik vind dit een hele mooie boulevard geworden. Dat is wel aardig. Als ik dit nu gefilmd zou hebben, zou dat overeenkomstig zijn met het humeur wat ik nu heb. De kleine dobbelend bootje. Heeft iets vrolijks? Eindelijk een beetje vrolijkheid. Ja, nou, de vrolijkheid was al eerder ingetreden. Maar elke keer als ik nu weer die kleuren zie die schitteren in het zonnelicht, dan is opeens die mist uit mijn leven verdwenen. Ja? En het heeft plaatsgemaakt voor vrolijke kleuren. En ja, echt zo'n net of de mist is opgetrokken en daarvoor in de plaats gekomen. Twinkelende kleuren en vrolijkheid.